Dus Jonathan, hoe gaat het ermee? Nou, alles is gewoon kut. Ja, ik heb wel een oplossing voor jou. Oké. Okay. Ik zeg altijd, leef vandaag, morgen dood. Leef vandaag, ik ga morgen wel dood. Wow, wow, wow. Geef mij vandaag, we gaan morgen wel dood. Wow, 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 wow. Heb jij nog drugs? Ik geef geen fuck. Ik moet er tussenuit. Ik ben te druk, ik voel me kut. Ik kan niet meer vooruit. Help jij mijn therapeut? Iedereen die ik ken zou best wel therapie kunnen gebruiken. Al is het maar om een klein beetje minder je eigen gedachten te ontduiken. Of ja, als ik er zo over nadenk, kun je ook praten met de mensen om je heen. Maar dat zijn geen professionals, die zijn niet altijd ethical. En die luisteren toch niet echt. We trekken conclusies en geven advies. Creëren een illusie, maar weten vaak niet. En ik snap het heel goed, want ik doe het ook. Ik denk ook vaak genoeg, fuck jou bro. Ik weet het veel beter, jij weet niets. Maar dat is scheef, ewa, dat biedt niet echt de ruimte om elkaar te begrijpen. Maar ik doe ook liever gewoon drugs, begrijp je? Leef vandaag, ik ga morgen wel dood. Wow, 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 wow. Geef mij vandaag, we gaan morgen wel dood. Morgen wel dood. Wow.